Je zal je misschien afvragen waarom die vogelspin dat kleine kikkertje niet opeet. Dat is omdat het zeer giftig is. Je kan doodgaan van het gewoon vast te nemen. Dit zijn de pijlgifkikkers of dendrobates. Ze werden voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Edward Drinker Cope in 1865. Het zijn kleine, gedrongen diertjes die zich kenmerken door de vaak zeer felle kleuren. Alle soorten leven in Midden-Amerika en noordelijk Zuid-Amerika. Pijlgifkikkers worden niet erg groot. De kleinste soorten blijven onder de centimeter. Grotere soorten kunnen 4 tot 6 centimeter worden. De kleurenpracht bij pijlgifkikkers is alom bekend. Ze hebben felle kleuren. Zoals geel, oranje, groen, rood en blauw. En veel soorten hebben kleurschakeringen. De pijlgifkikkers eten giftige arthropoden, zoals insecten en ook bepaalde kevers. Oorspronkelijk komt het gif uit planten, die het aanmaken ter verdediging. Plantenetende insecten nemen het gif op en worden later door de pijlgifkikkers gegeten, die het vergif opnemen en dit naar de huid transporteren. In gevangenschap opgegroeide pijlgifkikkers zijn niet giftig. Veel soorten pijlgifkikkers kennen een goed ontwikkelde broedzorg. De eieren worden in een bromelia afgezet en door het mannetje bewaakt tot ze zijn uitgekomen. De larven hebben dan nog kieuwen, die ze meestal na een paar weken verliezen. Ook hebben de kikkervisjes nog geen echte poten of een staart. In dit stadium komt het bij een aantal soorten voor dat de mannetjes de kikkervisjes op de rug nemen en deze verplaatsen naar waterreservoirs, zoals beekjes of plassen. Bijvoorbeeld met watergevulde bladoksels van bromelia's. Het vrouwtje van sommige soorten produceert onbevruchte eitjes, die worden afgezet bij de larven, de zogenaamde voedseleitjes. Bij deze speciale vorm van ouderzorg zijn de larven voor hun voeding vooral afhankelijk van het moederdier, dat regelmatig voedseleitjes bij de larven deponeert. De mate waarin de larve van deze eitjes afhankelijk is, verschilt van soort tot soort. Indianen in de oerwouden van Amerika doden deze kikkers en houden ze dan gespitst aan een tak boven het vuur. Op de huid van de kikker verschijnen dan druppels met gif, die worden in een potje opgevangen. De punten van de pijlen die worden gebruikt voor de jacht, worden vervolgens gedrenkt in het potje met gif. Aangeschoten dieren zullen door het gif sterven. Hierdoor worden ook deze diertjes indirect in de voedselketen opgenomen.